Dit is mijn werkstuk, het handboek Duurzaam Facilitair Beheer voor de instellingen voor verpleging en verzorging. Opgedeeld in een aantal hoofdstukken, waarin onder andere eerst wordt uitgelegd van wat is eigenlijk duurzaamheid. En vervolgens per onderwerp, bouwmaterialen en dergelijke, wat men aan duurzaamheid kan gaan doen binnen een organisatie. Specifiek gericht gaat mijn stuk over duurzaamheid. En juist duurzaamheid, omdat het onderwerp maatschappelijk heel erg bewogen is. Je kunt geen krant openslaan, je kunt geen nieuwsuitzending bekijken of het woord duurzaamheid komt daar wel in aan bod. Duurzaamheid, wat is duurzaamheid? Ik heb duurzaamheid gedefinieerd als zijnde een zodanige bedrijfsvoering zonder dat dat nadelige gevolgen voor onze nabestaanden oplevert. Ja, juist deze omgeving is schitterend. De natuur, de wind, is natuurlijk prachtig en dat moeten we zeker behouden. Duurzaamheid zorgt ervoor dat we juist deze mooie groene situaties kunnen behouden. En dat we er nu, maar ook in de toekomst van kunnen genieten. En vooral dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja, dit handboek is specifiek geschreven voor de managers van een gezondheidszorg. Gebouwen voor de verpleging en verzorging. Daarvan hebben wij circa 5000 in Nederland staan. En deze gebouwen zijn gebouwd voor 1976. Een periode waarin niet of nauwelijks aandacht werd besteed aan duurzaamheid. En zeker al geen aandacht werd besteed aan isolatie. Er zijn heel veel verschillende soorten goede isolatie. Maar eentje die binnen gezondheidszorg mij erg verbaasde niet of nauwelijks wordt toegepast. Is bijvoorbeeld het gebruik van zwarte daken. Een van de problemen die we in Nederland krijgen met het veranderende klimaat is de warmte in de gebouwen. De warmte in de gebouwen kun je afvoeren door airconditioning. Wat natuurlijk weer veel energie kost. Maar je moet zorgen dat je de warmte juist niet in je gebouw krijgt. Door bijvoorbeeld een hele eenvoudige maatregel als het wit schilderen van platte daken. Gebeurt niet of nauwelijks, maar levert ontzettend veel op. De warmte komt niet in je gebouw en wat niet in je gebouw komt, hoef je ook niet af te voeren. Waarom heb je deze uitgekozen? Nou, dit plaatje is voor mij wel heel erg tekenend voor het handboek. Het handboek Duurzaam Facilitair Beheer. Duurzaamheid, de groene, het groen. Maar ook vooral dat je het zelf in eigen handen hebt. Je hebt het zelf in eigen handen, je kunt zelf eraan beginnen. De facilitaire managers kunnen aan beginnen. Er zijn genoeg onderwerpen, er zijn genoeg mogelijkheden. Het levert genoeg op, dus ik zeg begin eraan. Op dit moment is het overgewicht onder jongeren gewoon een groot probleem. Hier in Groningen is 1 op de 5 kinderen te dik. Nou, dat is gewoon 20% en dat kan veel lager. En een van de maatregelen om dat te bereiken is een gezond schoolkantine. Ja, en dat is ook voor hun verdere leven. Als ze nu leren wat gezond eten is, dan is dat ook voor hun verdere leven. Het viel mij heel erg op dat niet alle medewerkers van de scholen ook wisten wat gezonde voeding was. Klopt. Dat de medewerkers bijvoorbeeld zeggen van deze producten zijn gezond, terwijl die producten op zich helemaal niet gezond zijn. Ons werkstuk heet Stap voor Stap naar een gezonde schoolkantine. En het gaat erover hoe je een gezonde schoolkantine kunt realiseren met behulp van de GGD. Ja, op de voortgezet onderwijsscholen. Ja. Deze eerste, dat is ons onderzoek, zeg maar. Daar staat ons literatuurstudie in. En samenvatting en praktijkonderzoek. Dit is eigenlijk de echte scriptie. En het andere boek, dat is meer het draaiboek voor de GGD. Nou, onze belangrijkste conclusie is dat het stap voor stap ingevoerd moet worden. Dus daarom hebben we het ook stap voor stap naar een gezonde schoolkantine genoemd. En ook dat het breed aangepakt moet worden. Dat je alles erbij meeneemt. Zowel de kantine als de omgeving, educatie, prijsbeleid, allerlei punten. Ja, de GGD moet de scholen begeleiden, maar dus ook motiveren en ondersteunen bij de stappen naar een gezonde schoolkantine. Het is echt een praktisch hulpmiddel geworden met gewoon kant-en-klare dingen wat ze kunnen kopiëren. Ja, het biedt de GGD heel veel handvaten. Vanuit de beide opleidingen, zowel bouwkunde als de opleiding verpleegkunde, werd de mogelijkheid geboden om multidisciplinair te werken naar je afstudiescriptie. Ja, en verder voor ons, wij tweeën, leek ons ook interessant om voor een keertje gewoon met andere disciplines te gaan werken. Het gaat om een doelgroep van kinderen tussen 0 en 12 jaar. Het gaat om kinderen die dagelijks verpleegkundige zorg nodig hebben. En
voorbeeld kan zijn kindjes met een trachea-canule. Dus dat ze hier zo'n canule hebben, die hebben veel problemen met ademhalen. In een normale thuissituatie zou een kind kunnen verblijven met hulpmiddelen en bijvoorbeeld hulp van de kinderthuiszorg. Maar bij deze kinderen kan dat om wat voor reden dan ook niet. Het komt ook voor dat ouders simpelweg niet gerekend hebben op een ziek kind. Ze hebben bijvoorbeeld al 4 kinderen en krijgen een 5e kindje die zo ontzettend veel zorg nodig heeft. Dat ze dat gewoon simpelweg er niet bij kunnen hebben. En dan staan ze maar steeds weer op de kinderafdeling van een ziekenhuis. En dat, dan is de woonvorm een betere plek voor zo'n kind. Wij hebben 3 eengezinswoningen ontworpen. Die vanuit de buitenkant een echt... de thuissituatie moeten benaderen. Je ziet korte fragmenten, zeg maar, korte plaatjes. Hoe het huis er uiteindelijk uit komt te zien. De multidisciplinaire ruimte. Dat is voor verschillende disciplines. Die hebben daar hun eigen plek. De woonkamer. De keuze van de locatie is in Haren. Hier hebben we voor gekozen dat het een centrale ligging. De kinderen die bij ons in de woonvorm komen, die hebben ook verpleegtechnische handeling of zorg nodig. En mocht er iets misgaan of mochten we hulp nodig hebben, dan liggen we dicht bij het UMCG. Het is maximaal voor 2 jaar, omdat zo'n woonvorm natuurlijk ook niet een ideale omgeving is voor een kind. En we willen zo snel mogelijk dan een normale gezinssituatie voor hem zoeken, dus in de vorm van een pleeggezin. Als dat nodig is, noodzakelijk. Als dat noodzakelijk zou zijn.